Dit is Spraaklab, het nieuwe mobiele laboratorium van de faculteit der Letteren. En ik ben heel blij dat het college van bestuur en de faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen de aanschaf van dit mobiele lab mogelijk hebben gemaakt. Mooi. Dan gaan we dat nu onthullen. Het mobiele spraaklab van de Universiteit Groningen. Ja! Prachtig! Nou, ik vind dit een heel mooi mobiel lab van de Universiteit Groningen en van de Letterenfaculteit. Ik ben zelf altijd heel geïnteresseerd geweest in taal, dus waarom verandert taal? Je bent 10 kilometer verder en mensen spreken een woord heel anders uit. Het geldt ook voor landen natuurlijk, dus ik vind het fascinerend waarom die woorden worden gekozen. En het is heel mooi dat dit mobiele lab nu door de noordelijke provincies kan rijden om tongbewegingen vast te stellen, maar ook hoe mensen praten en spreken. Dus ja, dat is een grote aanwinst voor de Universiteit Groningen. Dit is een prachtig mobiel spraaklab van de Universiteit Groningen en de faculteit Letteren. Het representeert heel goed waar we als faculteit mee bezig zijn op dit moment. Wij willen een open faculteit zijn die de maatschappij binnenhaalt. Maar dit spraaklab gaat nog een beetje verder. Dat gaat namelijk de maatschappij in. En doet onderzoek met mensen op locatie waar de mensen zelf zijn. Dat is een prachtig symbool voor hoe we in de faculteit proberen te werken. Het laat ook zien dat waar mensen niet zo vaak aan denken, dat experimenteel onderzoek een belangrijk deel uitmaakt van het onderzoek aan onze faculteit der Letteren. Ons mobiele laboratorium bestaat uit twee aparte ruimtes. Eén ruimte voor de onderzoekers en één ruimte waar de proefpersonen kunnen meedoen aan onze experimenten. Deze ruimte is ook geluidgedempt, zodat we betere kwaliteit data kunnen verzamelen. Het mobiele laboratorium is gemaakt door Cox Mobile Systems en Carrosserie Akkermans. En we zijn heel blij dat we op deze manier hoge kwaliteit data kunnen verzamelen bij de mensen thuis. Binnen onze onderzoeksgroep onderzoeken wij taalvariatie. Zo werk ik zelf, samen met Wietse de Vries en Raoul Buurke, aan de ontwikkeling van computationele taalmodellen en kijken wij naar de verandering van Nederlandse dialecten door de tijd heen. Voor dit onderzoek hebben wij veel data nodig die niet direct voorhanden is. Met behulp van dit nieuwe mobiele lab kunnen wij de Nederlandse provincies in om deze data te verzamelen. I do research on disordered speech in individuals with Parkinson's disease. My participants are often elderly. In some cases they have already been severely impacted by their disease and that makes it difficult for them to travel to Groningen. This mobile laboratory makes it easier for me to travel to them.